4 mei 1988. Met eerste lucht beweegt die eerste krijgsros oor die Mapupa-brug. Die Zuid-Afrikaanse eistervuis is nog zo wat 50 kilometer binnen Angola, doch doelgerig op pad zuidwaarts. Die beweging geschiet vlot en onder goede beheer. Brandstof aanvullen, herwinning van die enkele voertuigen wat ontklaar raak en rekenschap van elke voertuig in die konvooi, getuig van goede beplanning en duidelijke opdrachtgeving waar die beweging vooraf gegaan het. Spoedig strekt die konvooi oor een afstand van bykans 40 kilometer. Uit die vrolijke gewuif, toetergeskal en reenboog van gekleurde rookgranate waar die zuidwaarts bewegende mag vergesel, is dit duidelijk dat daar trots en vreugde in die terugkerende soldaten se harte is. Terecht kan 8-2 brigade trots wees op dit wat die mag die afgelopen aantal maanden in Angola vermag het. Elke soldaat kan verheug wees oor die feit dat hij veilig op pad huis toe is. Hy het hard gewerk en beklei. Als reden voor die onttrekking van die Zuid-Afrikaanse machten uit Angola, en diegene waar daar was, die volgende aangevoel. Dat was nooit die doel geweest van die RSA machten om enige grondgebied in Angola te bezetten, te veroveren en te houden. Die doel was basis geweest om FAPLA Zuid-Angola te ontzee, zodat ons daardoor verswapen kan die gebied ontzee, zodat ons vrienden die gebied kan beheer, en derhalve kan ons vrede hee in Kavango en Kapriwi. Dit is basis die doel van die operatie geweest. Al op hierdie stadium het ons die situatie bereikt dat ons die doelwit wat gestel is, namelijk om die vijand terug te drijven tot by Kwito Karnaval om gereik het. Die vijand is tans daar gegroepeer. Hulle het so pak sla dier die afgelopen paar maanden opgedoen dat hulle nie die vermoeien het om verder aan te mars nie. Dis sit hulle nou daar, dis wat ons wil gehad het, en daarom is ons taak afgehandel, ons nie meer nodig om so'n groot machtspeil te handhaaf nie, en om daardie rede is ons bezig om te onttrek. Die zuidwaartse tocht van die terugbewegende macht is kort noord van die Okavango rivier steeds in Angola tot stilstand gebring. Hier is 8-2 brigade in een goed voorbereide demobilisatiegebied ontvang. Soos die uitbeweging het ook die demobilisatie van goede beplanning getuig. Een vastgestelde program en tijdrooster waar volgens demobilisatie zou plaatsvind is vooraf beplan en georganiseerd. Elke eenheid is op een rotatiebasis geleend uit gebied om te eet, te was, nieuwe uniforms en betaling te ontvang en waar nodig een geneesheer of kapelaan te bezoek. Voorziening is ook gemaakt voor die speel van sport, kijk van televisieprogramma, sielkundige ontlading en koop van bykans alles wat in een café te koop sou wees. Saans is die tijd verwijl in die geselskap van een vermakelijkheidsgroep. Aan elke soldaat is een herdenkingsteehemp en pen oorhandig. Noodwendig moest daar ook gewerkt worden. Voertuigen is schoongemaakt, ammunitie teruggehandig en kleren gewas. Elke soldaat is toegelaat om enkele aandenkens huis toe te nemen. Bijvoorbeeld een vijandelijke uniformstuk. Een kanondop vooraf geïnspecteerd om te verzekeren dat het 100% veilig is. Of een bajonet. Commandant Chris Hatten, bevelvoerder van regiment Potchefstroom Universiteit, het besluit om die artilleriste se Pro Patria medailles reeds in Angola te oorhandig. Luitenant-generaal Gleason het die Suid-Afrikaanse Weermacht se dank aan die soldaten oorgedra. Maar van hoof van die Weermacht se kant wil ek net twee dinge oordra. En die eerste is,
Daar mag geen twijfel wees. Dat ons van Weermachtkant af ten volle geslaag het in die strategische doelstellings of doelwitte wat ons voor ons gestel het met operatie Modulair, operatie Hooper en operatie Packer. En dit tot groot koste van die vijand. And secondly, I'd like to make the point that once again we are extremely proud of the performance and actions by the South African soldiers and airmen, obviously. But it being in the majority a land battle, we are extremely proud of the soldiers who participated in these operations. And I'm talking about soldiers of all musterings, soldiers of all units, and soldiers of all colors and creeds. Op zaterdag 7 mei het die eerste tanks oor die Okavango rivier beweeg. Die laaste deel van die terugbeweging het begin. Oor die periode 9 tot 13 mei is die terugkerende soldate met hulle geliefdes herenig.